Leen heeft op zijn landgoed Zuurland een boor gemaakt waarmee hij meer dan 100 meter de diepte in kan. Niet op zoek naar olie of gas, maar naar muizentandjes uit een ver verleden. Die fauna die is karakteristiek voor een bepaalde periode. En aangezien die opeenvolgende fauna's hier aanwezig zijn, en dat is het unieke van deze Zuurlandlocatie, omdat je wel 10 verschillende fauna's kan terugvinden hier. Daardoor kan je dus de opeenvolging van soorten, de evolutie van soorten, de ontwikkeling van soorten terugvinden. En met name in de Pleistocene, in de ijstijden, dan gebeuren er heel veel dingen en verandert. Het klimaat verandert koud, warm en koud, warm. En dat is de voorwaarde voor het veranderen van soorten. Dieren en planten moeten zich aanpassen. Ze hebben 2 mogelijkheden met die klimaatverandering. Of aanpassen of uitsterven. En wat gebeurt er in de werkelijkheid? Allebei. Ja. Dieren sterven uit en dieren passen zich aan. En het aanpassen van die dieren kunnen we aan de hand van deze boringen terugvinden. Toen ik begon dacht ik, ja, je kan met deze methode kan je 20 meter en langer, dieper kan je niet komen. Dat is onmogelijk. Maar ik ben van nature een beetje eigenwijs. En het is mij een keer gelukt om zelfs 107 meter diep te komen. Met pure mankracht, met pure lichamelijke kracht. Domme kracht zou je kunnen zeggen. En als je dan zo'n goudlaag, zo beschouw ik het maar, goudlaag, want het is geen geld waard, gelukkig, vindt. En dan wil ik liever ook alleen zijn, want dan wil je dat intens genot van dat naar boven halen van dat materiaal. En dan ben je aan het zeven en dan komt er zo'n gegeven moment, zie je ineens 6-7 kiesjes in zo'n zeef. Ik moet rekenen dat in deze boring meer kiezen zijn gevonden dan alle boringen in Nederland er nog toe. En dat geeft je dus een kick.